gasten, burgemeester, wethouder van alles. En andere gasten daar ook bij verrassing zijn gekomen. En alle IVN'ers van harte welkom hier. Ja, we staan hier nou in een heel mooi Nunens natuurgebied, Nunensbroek, eigendom van het Brabants landschap. En heel veel mensen komen hier graag wandelen. En dat geldt zeker voor IVN'ers. En die doen hier ook nog allerlei andere activiteiten. Oh ja, de koe. En luisteren naar vogels doen ze hier heel graag. Organiseer je bijvoorbeeld de spechtenwandeling. Ja, scholenprojecten worden hier gehouden met de jeugd. Waterdiertjes, geschept, nou, allerlei dingen actief. Maar daarnaast, naast het actief hier bezig zijn, is het soms ook heel fijn om eens even rustig te gaan zitten en om je heen te kijken naar hoe mooi het hier is en wat je hoort en dat soort zaken. Maar er is meer. Er is een bijzondere reden waarom we dit gedaan hebben. En onze vereniging, nou, IVN Nune, is een hele bloeiende vereniging, veel activiteiten die allemaal mogelijk gemaakt worden door een hele grote groep actieve vrijwilligers. En ik denk dat we daar heel blij mee kunnen zijn. Het is echt, dat is een goed gevoel. Toch zijn er binnen die groep twee mensen die zich de afgelopen jaren bijzonder hebben ingezet om te zorgen dat de natuur van Nunen dichter bij de mensen kwam. En dat zijn twee mensen die dus niet weten dat ze hier nu speciale gasten zijn. En dat zijn Jannie en Kees Bottema. Dat het nut voor de gemeenschap hand in hand gaat met het plezier wat je daar zelf aan beleeft. En ik denk dat dat met name voor jullie geldt. En ik hoop dat jullie niet afgeschrikt hierdoor nog vele jaren door willen gaan met het organiseren van dingen of initiatieven nemen of schrijven van mooie boeken. En dan wil ik jullie nu uitnodigen voor het officiële gedeelte. Doen we dat in een ruk of doen we dat in... Langzaam. Nu ik dit wil ik er toch wel iets van zeggen. Dan weet je dat enige activiteit in het openbaar naar ons en onze naam daar wat moeilijk mee hebben. Maar goed, ook in het IVN hebben we al regelmatig dat aan de orde gehad. En we hebben gezegd van kijk, als je er een paar uitplukt en die zet je in het zonnetje, dan doe je zoveel mensen tekort. En het IVN is juist zo'n vereniging met tientallen actieve mensen. En als ik hier zo bekijk wat die allemaal in de loop der jaren tot stand hebben gebracht, ja, dan denk ik dat er wat te veel eer is om alleen het IVN Bottema bankje. Maar ook de dingen die we hebben gedaan, Marjan, die jij zo opgezomd hebt, hebben we natuurlijk allemaal samen met anderen gedaan. Je hebt ze gelukkig er allemaal bijgenoemd en ook weer het laatste boekje hebben we ook met de familie De Graaf en Jansen gedaan. Maar ach, het is mooi weer. De lente barst uit. We zitten in een mooi gebied. En het is een prachtige bank. En er zullen veel mensen plezier van hebben. Maar ik heb een praktisch voorstel. Als wij nou dit bordje meenemen. En in de zak stoppen. En zorgen dat er een keurig nieuw bordje komt. Wat meer recht doet aan... aan al die activiteiten van al die andere mensen ook binnen het IVN. En dat het aanbieden aan de Nunense bevolking die hier prachtig kan wandelen. En dat we dat doen namens het IVN. Dat we dat ook al die mensen die actief, dat we die er meer in het zonnetje zetten. Is dat een deal? Dat wil ik graag jullie over horen, dat wil ik niet beslissen. Maar als het tegen, ik denk als het tegen, echt tegen jou, jullie gevoel ingaat, dan moet je dat zo doen. Maar ik denk dat een hele groep mensen hier zich niet tekort gedaan voelt. Het Bottema bankje is net een brug te ver. Maar een mooie IVN bank. Ja. Het is een IVN bank. Ja. Dat was vroeger. Kijk nog een keer, Kees. Dat is mooi met de flits. Dat is mooi. Kijk nog een keer, Kees.
normaal gesproken maakt u allemaal wel situaties mee dat als de gemeente erbij staat dat het ingewikkelder wordt. Maar vanavond is het vooral de bedoeling dat de aanwezigheid van de vertegenwoordiging van het college van burgemeester en wethouders, wethouder Verhalle, wethouder Mulder die daar staat, dat dat het makkelijker maakt. Want vanavond is, en dat is al gesignaleerd, een hele bijzondere avond. Omdat dit bankje onthuld is door het IVN, voor het IVN. Maar het feit dat het plaatje erop staat en dat daar de naam van de heer en mevrouw Bottema op staat, dat zegt iets over u allemaal. En ik vond het zo bijzonder dat dat in uw aanvaardingstoespraak, meneer Bottema, zo mooi tot uitdrukking kwam. Dat het eigenlijk voor iedereen is en dat je niet altijd namen naar voren hoeft te halen om een doel te bereiken, maar dat je dat als collectief kan doen. En nou, dat horen wij natuurlijk heel erg graag, omdat een van de sterke dingen van het Nulense natuurlijk is die hechte gemeenschap, die verenigingszin, het met elkaar iets willen doen en met elkaar ook iets belangeloos willen doen. Het bankje, en dat is het makkelijker maken vanavond, dat nemen wij graag in beheer over. Het staat op grond van het Brabants landschap. Het is van het IVN. Het is bedoeld voor meneer en mevrouw Bottema. als u hier een tent overheen zou willen zetten om er altijd op te zitten, dan zou er iemand komen die zou zeggen van hé, dat mag allemaal niet gebeuren. Dus die zorg die zal vooral zijn zorgen dat het heel blijft en het repareren als het onverhoeds toch kapot zou gaan. En het schoonmaken, dat het een waardig symbool is, dames en heren, van wat u vanavond hebt bedoeld tot uitdrukking te brengen in de richting van de familie Bottema. Nu is de wethouder openbare werken hier, die zeer in het bijzonder de rol heeft en de belangrijke taak heeft om al die elementen, om daar het beheer op een hele goede manier voor te doen. Dus ik wil vanuit mijn rol, wil ik graag die zorg en dat beheer symbolisch overdragen aan wethouder Verhalle. En dames en heren, de wethouder ruimtelijke ordening die daar staat, die is ook doordrongen van het feit, en dat heb ik in feite al aangegeven, dat we met elkaar die extra verantwoordelijkheid voor al die mooie dingen in Nuenen hebben. Ik wil u feliciteren met het bankje, ik wil het IVN-bestuur feliciteren met het initiatief. En u, dames en heren, wil ik heel veel succes wensen in al uw activiteiten voor het prachtige IVN Nuenen. Dank u wel.